Welkom bij de uitgaanstips van Harms Bodem. Dit zijn de tips van donderdag 26 tot en met zondag 28 december. Met kerst veroveren jonge theatermakers de stad Schouwburg met zang, dans, sketches en grappen en alle denkbare kerstclichés in de voorstelling Hemels Haarlem. Na 2019 jaar worden de kerstengelen weer op missie gestuurd naar de aarde. Ze komen dit keer niet terecht in Bethlehem, maar in ons mooie Haarlem. Zullen zij heel Haarlem kunnen samenbrengen deze kerst? Verleng het kerstgevoel met de feel-good voorstelling Hemels Haarlem deze donderdag in de stad Schouwburg. Iets doen met kinderen? Dan kun je deze kerstvakantie naar Kindertheater De Toverknol. In de voorstelling Dierenmanieren is Snuiter het Varken op zoek naar een zangeres om een duet mee te doen. Hij organiseert daarom audities in de stal. Bella de Koe, Tokkie de Kip, Konijn en Knoddy komen auditie doen. Allemaal hebben ze een bijzondere kwaliteit, maar zijn ze goed genoeg om samen met Snuiter een duet te zingen? De voorstelling wordt 3 keer per dag gespeeld. Om 10:30 voor kinderen van 1 tot en met 4 jaar, om 12:15 voor kinderen van 3 tot en met 7 en om 14:00 voor kinderen van 5 tot en met 9. Meer informatie vind je op de website www.detoverknol.nl. Weg met sprookjes en buikdanseressen, in de 1002e nacht dans je op echte moderne en traditionele Arabische grooves. Tijdens Yalla Yalla vier je de Arabische muziek. De derde zaal van Patronaat gaat open en er kan de hele nacht gedanst worden. Het team van Yalla Yalla zette al eerder Lowlands op zijn kop en zal vanavond vol moderne traditionele Arabische grooves neerzetten. Van Libanese speeddapje, Egyptische reggaeton naar Syrische trap en alles daartussenin. Verwacht danscirkels, verrassende ontmoetingen, speciale gasten en een Oosters tintje. Yalla Yalla, oftewel gaan. Deze zaterdag Yalla Yalla vanaf 11:00 in Patronaat. Dagdonker is een speelse ontdekkingstocht door het donker vol magische momenten van licht. Iedereen is wel eens bang in het donker. De onzekerheid van niet weten wat er gaat gebeuren en wat je niet kan zien. Als het licht uitgaat, houdt alles dan op te bestaan? Is het donker altijd eng? Is het licht altijd veilig? In een betoverend schouwspel vol vurige poëtische dans neemt Dagdonker je mee op een ontdekkingstocht door het donker met magische momenten van licht in een fantasievolle droomreis door het leven. Dagdonker is een dansvoorstelling van iedereen vanaf 4 jaar die niet bang is in het donker. Deze zondag om 3:00 in de toneelschuur. Dit waren de tips voor deze week. Lekker weekend en hele fijne kerstdagen.